Goedemorgen, het is vandaag donderdag en dit is mijn ontbijt. Ik ben eindelijk weer lekker gezond bezig, jongens. Nou, jongens, ik kom net uit de douche. Nessie is nu aan het douchen. Nessie is nu op de achtergrond aan het douchen. Ik ben me even aan het klaarmaken, want ik heb zo'n afspraak. Maar ik heb vannacht echt zo fucking lekker geslapen. Want we hebben een normaal. We hebben in Barcelona echt best wel slecht geslapen eigenlijk. Maar ik heb echt heerlijk geslapen. Alleen ik ben echt zo raar wakker. Ik ben echt wakker met... Echt, wat deden ze eigenlijk? Ik ben ziek. En Nessim zegt dat hij ziek is, maar je moet mannen nooit zo ziek. Ben je nog niet zorgen voor mij? Ja, maar jij denkt dat je ziek bent? Of jij zegt dat je ziek bent omdat je even verkouden bent? Hij heeft gewoon even een snotneus en dan zegt hij meteen dat hij ziek is. We hebben weer een speciaal momentje. Kijk, dit was toen Nessim alleen naar Barcelona gaat en ik ga echt tegen onze regels. Waar moet ik deze doen dan? Doe maar boven? Ja, boven die andere Barcelona. Zo. Oh, mooi. We hebben een stemming samen, is onze collectie echt super. Zo, ik heb me even klaargemaakt. Ik heb vandaag zo'n nieuw vestje aan van de Pri die ik voor 3 euro heb gescoord. Ik vind deze echt zo chill en ik heb er ook een zwarte versie van. Eindelijk uit huis. Ik ben even bij de tankstation gestopt. Ik heb gehaald een zwarte koffie. Een flesje water. En ik heb walnoten bij. Dus ik heb er zin in. Ik ben echt zo blij dat ik weer in Nederland ben. Ik heb het nog nooit gehad na een vakantie. Ik ben echt zo gelukkig. Gewoon ook omdat ik alles weer kan oppakken. En ik weer lekker gezond kan eten. Ik heb gewoon echt zin in. Het lijkt alsof ik zeg maar... Ja, ik geniet niet meer zo van koolhydraten en suikers. En ik was gisternacht ook echt zo opgeblazen. Maar ik moet jullie wel één ding zeggen. Ik heb echt zo lekker geslapen, abnormaal. Ik weet nou niet of het door de koolhydraten komt of niet. Maar ik heb lang niet zo geslapen sinds mijn keto-dieet. Alleen ik ben echt zo blij dat ik weer gezond kan eten. Ik keek er gewoon echt naar uit. Echt heel apart. Verder... Oh ja, vandaag was zo grappig. Dina was op de bank met Nessim. En toen kwamen hun glazenwassers dus langs. Wij weten eigenlijk nooit wanneer ze komen. Dus opeens stonden ze daar voor de raam, zeg maar. En Dina schrok zich echt dood. Ze heeft ze echt nog nooit in haar leven gezien. En zij ging echt zo hard wegrennen. Ze knalde tegen de deur op. Ze knalde tegen lieren op. Ze knalde overal tegenop. En ze had zich dus echt letterlijk 3 uur lang gewoon verstopt. Terwijl ze al lang weg waren. Maar het was echt zo grappig. Echt zielig eigenlijk. Ja, ik ga nu even snel naar mijn afspraak toe. Ik moet naar Den Haag toe. Ik ben nu trouwens onderweg naar Den Haag. Want ik ga daar naar Natural Body Cosmetic. Normaal gesproken ga ik altijd in Rotterdam. Maar dit keer in Den Haag, want ze hadden geen plek in Rotterdam. En ik wou wel graag gewoon de behandelingen voortzetten. Zodat ik gewoon heel snel resultaat zie. Ik ga namelijk voor de cellulitisbehandeling. En ik ga vandaag ook nog mijn buik doen als het goed is. En dan hou ik jullie op de hoogte van de resultaten. Zeg maar op zich best wel een hoge pijngrens. Maar deze behandelingen zijn echt niet pijnloos, jongens. En ik heb gewoon nu weer een ibuprofen voor geslikt. Want ja, ik voel het best wel heftig qua pijn. Ja, ik weet niet. Soms vind ik sommige behandelingen, zoals laserbehandeling, laserontharing, vind ik totaal niet pijnlijk. En andere wel. En sommige mensen vinden dus deze behandelingen totaal niet pijnlijk. En ik denk van, ik ga dood. God, kijk hoe goed ik heb gefileparkeerd. Niet normaal. Ik heb net een behandeling gehad bij Natural Body Cosmetics. Bij Rani Sherek altijd mijn afspraken bij. Ik voel me echt zo lekker. Zo, ik ben net thuis. Ik ga even lekker iets gezonds maken. Ik heb alleen weer niks thuis. Ik ga even snel naar de Albert Heijn. Ik wil even een slaatje maken. Ik heb heel erg zin gewoon weer in avocado. Ongelooflijk. Wie had het gedacht? Ik ga snel naar de appie toe. Ik ga even een paar lekkere dingen halen. En dan ga ik een salade maken. Laat ik jullie zo zien. En daarna heb ik weer een afspraak. Dus ik moet eigenlijk alweer snel door. Ik heb echt super lekkere dingetjes gehaald. Ik heb veldsla gehaald, rucola. Ik heb asperges gehaald, want voor morgen. Komkommer, puntpaprika's, avocado's. Deze wil ik echt in mijn salade. Feta kaas, mozzarella. Ik kan niet kiezen wat ik in mijn salade wil. Maar volgens mij past mozzarella beter bij avocado. En dan heb ik rode uitjes. Ik heb heel erg zin in rode uitjes. Echt. En calamon olijf. Ik vind deze olijven echt, echt lekkerste ever. Ik ga aan de slag. Ik begin met een beetje sla. Een beetje rucola. Ja, een half.
halve komkommer gebruiken, denk ik. Even kijken hoeveel het wordt op het bord. Ik snij ze zeg maar alleen maar in een breedte. Deze komkommer ruikt trouwens echt super lekker, want ik hou altijd biologische komkommer, tenminste meestal. Nou, een halve komkommer is meer dan genoeg. Ik gebruik een halve avocado. Het is nu echt een heel groene salade geworden. Yummy. Een heel klein beetje rode ui bij. En ik heb echt gewoon fases waarin ik rode ui lekker vind. Maar ook echt fases waarin ik gewoon alleen witte uien neem. En mijn uitjes moeten altijd echt flinterdun gesneden zijn. Anders kan ik het echt niet eten. Zo ziet de salade er nu uit. Nu voegen we tomaten toe. Ik gebruik vandaag van die cocktail tros tomaatjes. Deze zijn niet biologisch. Ik heb de verkeerde gehaald. Maar deze smaken ook echt heel erg lekker. Zo, het ziet er echt steeds lekkerder uit. Sinds Spanje heb ik echt de verslaving weer aan tomaten. Dus er moet overal tomaten in van mij. Ik ga nu mozzarella erin doen. Ik gebruik vandaag deze. Normaal gesproken ga ik gewoon niet goedkopen. Maar deze was vandaag in de actie en deze is echt super lekker. Mozzarella zit er ook op. Als laatst doe ik lekker een paar olijfjes erop. Gaan we de dressing maken. Komt in olijfolie, basilicum, knoflook, zout, peper, Italiaanse kruiden en een beetje citroen. Ik kijk ondertussen naar Vampire Diaries. En mijn dressing ziet er inmiddels zo uit. Zo, ik heb hier echt zin in. Ik kijk hier gewoon al heel erg naar uit. Ik ga lekker deze salade opeten, water drinken, Vampire Diaries kijken. Daarna ga ik mijn tanden poetsen. Zo, salade was echt super lekker. Ik heb er echt wel genoten en ik heb hem echt helemaal opgegeten. Ik ga nu even snel mijn tanden poetsen, want ik heb dus gegeten en knoflook. Ik kan echt niet, zoals je mensen dood wil maken. Zo, tanden gepoetst. Ik moet nu even mijn haar weer even opnieuw doen. Heel veel mensen vragen mij nu wat ik in mijn haar doe. En ik had dus een tijdje geleden best wel dure producten gehad voor mijn haar. En ik ben daar eigenlijk niet heel erg tevreden over. Dus weet je, op het moment heb ik ook helemaal geen favoriete krulproducten. Mocht ik weer wat ontdekken, dan hou ik jullie zeker op de hoogte. En dan zal ik weer een nieuwe curly routine maken. Maar zolang ik niet tevreden ben over de producten, zal ik die zeg maar nog niet opnemen. Mijn haar is gedaan, echt. Ik schaam me gewoon voor mijn uitgroei, jongens. Niet normaal. Maar ik ga waarschijnlijk, ik hoop dat het lukt, volgende week naar Dina. Ik zal even kijken of mijn agenda nog een plek is. Om mijn uitgroei weer even bij te werken. Want het kan echt niet. Ik ga nu deze blush opdoen van MAC. Dat is de kleur Fauxshire. Fauxshire. Geen idee hoe het uitspreekt. En doe ik best wel veel van op. En als ik iets donkerder kleur lipstick doe, dan doe ik altijd ook wat donkerder blush op. Als je goed kijkt, is er allemaal glans in. Maar op je wangen zie je dat dus echt helemaal niet terug. Ik vind het altijd zo raar met deze blush. Zo. Weer even vanuit een andere licht, een andere hoek. Dit is mijn blush in combinatie met mijn lipstick. Op mijn ogen doe ik niks. Ik heb nepwimpers. Die moeten echt weer bijgevuld worden. Ik ga even weer deze jas. Die heb ik echt heel lang niet aangehad. Maar ik vind deze echt zo tof. En het grappige aan deze is dat hij gewoon echt bot lijkt. Terwijl die hartstikke nep is. En I like that. Ik ga eindelijk mijn Starbucks beker voor de eerste keer gebruiken. Ik ga even een theetje zetten. En ik heb er echt veel zin in. En ik vind deze thee echt zo erg lekker. Ik ben vertrokken. Maar ik heb even gekeken op mijn navigatie. En ik duurde gewoon 20 minuten langer om bij Elna's te komen. Oh ja, ik heb trouwens een afspraak bij Elna's. Want ik had me voorgenomen om het heel goed bij te houden. Zodat mijn nummeren gewoon onfliek zijn volgende maand. Maar in ieder geval 20 minuutjes file dus. Dus ik ga nu even snel tanken. Dat moest ik nog doen. Oh, ik ben net klaar bij Elna's. Je kan het nou niet zo goed zien. Want het al best wel donker is. Maar het was echt zo gezellig. We waren heel de tijd aan het praten en zo. Dat ik gewoon was vergeten om te vloggen. Ik ben echt blij. Want Elna zegt ook dat mijn wenkbrauwen echt de goede kant op gaan. Maakt me echt weer gelukkig. Weet je wat het is? Een tijdje geleden had ik echt zo'n moment dat ik echt helemaal blij was met mijn wenkbrauwen. Het was zo lekker wild en zo. En ik krijg het nu weer terug. Dus I'm happy. En voor de rest heeft Nessie mij ook voor schut gezet. Want Nessie is vandaag ziek. Ik ken het wel als mannen ziek zijn. Hij heeft gewoon een snotneus en dan zegt hij dat hij ziek is. Ik werd al wakker tot hij snotneus zei hij van: Meer, ik ben ziek, je moet vandaag voor mij zorgen, bla bla bla. Nou ja, prima. Maar ik was dus bij Elna, we waren in gesprek en zo. En toen belde hij mij, dus ik dacht hij wil wat melden of zo. Maar hij wil me gewoon voor schut zetten even. Dus ik bel
En ja, als je in zo'n kleine ruimte zit, dan hoor je alles. Hij hoorde precies wat hij zei. En hij zegt gewoon precies dit. Meer, ik ben ziek. Ik wil dat je met mij op de bank ligt en over mijn hoofd uit. Meer, kom naar huis. Ik ben ziek. Echt, mijn god. Mijn man is echt zo verscheurd. Ik heb echt een abnormale fan. Niet normaal. Ik besef deze gewoon. Ik heb nog steeds mijn Starbucks beker bij. En mijn thee is nog steeds warm. Oh, die thee was echt zo'n slecht idee. Mijn blaas gaat echt op ontploffen. Oh mijn god, ik moet echt plassen. Ik ben weer thuis. Ik ben Vampire Diaries aan het kijken. En ik ga even een lekker gezond snackje voor mezelf maken. Want ik heb alweer trek. En ik wil niet cheaten. Ik ben natuurlijk weer super happy met mijn wenkbrauwen. Love it. Het ziet er echt zo goed uit. Dankjewel, Mas. Ik ga even lekker garnaaltjes bakken. Zo, ik heb lekker een slaatje gemaakt. Ik heb gewoon weer avocado in mijn sla. Ik zweer, ik ben echt verslaafd. Het is gewoon lekker een groene salade met garnaaltjes en zelfgemaakte dressing. Even niet gevlogd. Een paar uur verder. Nesim is onderweg naar huis. Hij heeft heel erg veel trek. En hij kan de weg niks meer halen behalve McDonald's. Maar hij wou liever pasta of zo. Besef, hij eet al 3 dagen gewoon pasta. En hij heeft er heel veel zin in. Dus ik ben nu pasta aan het maken. Het is echt 11:30 of zo en ik ben pasta aan het maken. Ik ga stuk. S'nachts koken eigenlijk helemaal niet zo erg. En ik vind op zich koken alleen al best wel oké. Ik vind het best wel leuk om te doen. Maar de vaat daarna haat ik echt. En ik ben ook echt iemand die niet netjes kookt. Als in ik maak gewoon heel veel dingen vies. Dus dan is het daar alweer helemaal vol. En dan ik wil ineens meer die kant op kijken. Ik ben gewoon boos. Trouwens, pasta gemaakt met gehaktballen, basilicum. Niet pittig voor Nessim. Wat nog meer? Lekker uitjes, knoflook, een beetje gekruid. Ik had sowieso geen kant-en-klare pasta saus, dus die moest ik zelf maken. Lekker met tomaatjes gemaakt. Volgens mij is die aardig gelukt. Nou jongens, Nessim is inmiddels thuis. Helemaal ziek ben jij, hè? Ga lekker eten nu. Is er nu wel echt ziek uit? Nu geloof ik je wel. Nessim is even aan het eten, zoals je op de achtergrond kan zien. En ik ga even snel de vaat doen. Ik wil wel even dat mijn keuken schoon is voordat ik ga slapen. Ik krijg er meer een rustgevoel van. Ik heb de vaat gedaan. Maar op het einde achter te komen dat ik geen vaatwastablet meer heb. Zo, ik lig eindelijk op de bank. Kijk eens, toiletpapier van Essie. Essie is ziek. Maar Bibi, ik blijf echt uit je buurt. Want ik wil echt niet ziek worden. Maar ik vind het heel zielig voor je. Voor je zorgen. En ze hebben zijn doek aan het kijken voor een voetballer. En wat wil ik zeggen? Ja, ik ga de vlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt en ik zie jullie morgen weer. Doei!